Een paar maanden geleden verhuizen patiënten en medewerkers. Vandaag is het de beurt aan de vissen. Zo'n 500 ruisvoornen zwemmen nog steeds rond in de vijver naast het voormalig personeelsrestaurant op de locatie Daan in den Hoed. De vijver wordt binnenkort gedempt en daarom krijgen de vissen een nieuw onderkomen. De ruisvoornen worden opgevist en om ze zo weinig mogelijk stress te geven, worden ze door een speciaal net licht verdoofd. Daarna worden ze in een tank zo snel mogelijk overgebracht naar hun nieuwe stek. Dit wordt gedaan onder toeziend oog van een ecoloog. De vissen die komen in het bananenpark dat op het terrein van het Erasmus MC ligt. Het parkje dankt zijn naam aan de vijver die oorspronkelijk de vorm had van een banaan.